nog als winkeltje. Dat tje, dat kunnen we ondertussen wel weglaten, want er staat hier een behoorlijk grote winkel ondertussen. En hij is ook goed gevuld. Ja, goed. Prins Laurens, maar wat een feest om in deze winkel te zijn. Ja, fantastisch. Wat de vrijwilligers weer hebben neergezet. Prachtige winkel in het voormalige pand van Tunte. Ze hebben de kans gehad om een mooie partij carnavalskleding op te kopen. En nee, volgens mij is dat goed gelukt. Alles wat van Tunte was, is nog redelijk blijven staan. Dus we konden er eigenlijk zo in, inrichten, alles beprijzen en we kunnen open. Mooi op tijd nog voor de carnaval, dus ruime keuze en verschillende soorten kleding voor zowel individuen als groepen, mannen, vrouwen, kinderen. Dus dat is prachtig, zeker. En driemaal alaaf. Ja, driemaal alaaf. Alaaf, alaaf, alaaf. Maar Laurens, we kunnen wel zeggen dat het carnavalseizoen nou echt losbast, hè? Ja, we hebben al wat voorproefjes gehad in december, al verschillende feestjes gehad. Natuurlijk de 11 van de 11 de eerste en december een paar uitwisselingen gehad. Maar nu zit het eraan te komen. Morgen het Prinsenbal, groot feest. Met de Lawineboys, die komen optreden morgen. Dus we verwachten veel mensen. Er komen ook nog wat andere verenigingen op bezoek. Dus dat wordt volle bak in de bron. Ja, en er zitten nog wat uitwisselingen naar andere verenigingen aan te komen in januari. En 9 februari, dan gaat het helemaal los. Dan kan het dak eraf. Daar zijn we allemaal in de hoofdresidentie, de Baron. Ja, zeker. 9 februari. Tevens, de kaarten zijn ook nog te koop. Passepartout kaarten. Waar zijn de kaarten verkrijgbaar? Kaarten zijn verkrijgbaar in de Baron. En hier in het kloetje, in de carnavalswinkel. Met de carnaval ook weer een mooi programma staan. Dus dat moet helemaal goed komen. Dat wordt een fantastisch mooi feest. Maar Roos. Roos jongens, hey. Op de carnaval. Op de carnaval. Fijne avond.